In deze video gaan we dieper in op de lange termijn visie voor rurale gebieden. De Europese Commissie publiceerde deze visie in zomer 2021 en wil ermee de Europese plattelandsgebieden, die elk hun eigen uitdagingen hebben, klaarmaken voor de toekomst. De Europese Commissie stelt daarvoor vier specifieke doelstellingen. De eerste doelstelling is het versterken van de plattelandsgebieden. Enerzijds wil men dynamische gemeenschappen creëren. Gemeenschappen waarbij de burgers actief kunnen deelnemen aan het beleid. Denk maar aan een hogere participatie, meer consultatie enzovoort. Burgers moeten actief hun zegje kunnen doen. Anderzijds wil men de plattelandsgebieden aantrekkelijker maken aantrekkelijker om in te wonen en om in te werken. Daarvoor is er natuurlijk nood aan kwaliteitsvolle en innovatieve diensten en infrastructuur. Denk maar aan zorg, energie, transport enzovoort. Ook sociale innovatie neemt daarbij een belangrijke rol in. Algemeen gesproken wil men er dus voor zorgen dat de plattelandsgebieden aangenamer zijn om in te wonen en dat mensen er meer hun zegje kunnen doen. Om rurale gebieden verder te ontwikkelen is het belangrijk dat ze beter geconnecteerd zijn. Een beter verbonden platteland is dan ook de tweede doelstelling van de lange termijnvisie voor plattelandsgebieden. Publiek transport is daarbij van cruciaal belang. Dat moet niet alleen beter onderhouden worden, maar ook verder vernieuwd en verbeterd worden. Denk maar aan laadpunten, betere fietspaden, multimodaal vervoer enzovoort. Ook digitale innovatie is daarbij heel belangrijk. Vooral digitale capaciteit en de investeringen daarin kunnen een goede basis vormen voor het verder uitbouwen van intelligent multimodaal vervoer, slimme energie enzovoort. We willen eigenlijk vooral de digitalisering die al een tijdje achterblijft in sommige rurale gebieden wegwerken en daarbij zorgen voor duurzame mobiliteitslinks om alle gebieden goed met elkaar te verbinden. De derde doelstelling van de lange termijnvisie is het plattelandsgebied weerbaarder te maken. Weerbaar op twee manieren. De eerste manier is klimaatweerbaarheid. Europese plattelandsgebieden spelen een belangrijke rol rond klimaatmitigatie, bio-economie en circulaire economie. Denk maar aan de vergroening van de landbouw, het verkorten van de voedselketen of het beheer van de natuurlijke grondstoffen. Daarom wil de Europese Commissie meer inzetten op bijvoorbeeld koolstoflandbouw en lokale producten. Naast klimaatweerbaarheid is ook de sociale weerbaarheid belangrijk. De Europese Commissie vindt dat de noden van de hele gemeenschap mee in rekening moeten worden ook van benadeelde groepen. Daarbij gaat er speciale aandacht uit naar kinderen, minder valide, de LGBTQI-gemeenschap en migranten. Iedereen moet recht hebben op goede jobs, reskilling, upskilling, onderwijs en zorg, ook op het platteland. De laatste doelstelling van de lange termijnvisie is de plattelandsgebieden welvarender te maken. Welvarender in economische zin. Daarom wil men de economische activiteiten verbreden en proberen nieuwe sectoren aan te boren. Die economische diversificatie moet natuurlijk wel gepaard gaan met een duurzame lokale economische strategie. Op die manier worden bedrijven aangetrokken naar de plattelandsgebieden en zorgen ze daarvoor een economische meerwaarde. Een ander belangrijk aspect van plattelandseconomieën zijn natuurlijk de landbouwers. De Europese Commissie wil daarom werk maken van een grotere meerwaarde van landbouw, maar ook van het verkorten van de voedselketen, het gebruiken van kwaliteitslabels en het actief promoten van lokale streekproducten. Op die manier wordt de lokale economie nog verder geboost. Wil je meer weten over de lange termijnvisie? Neem dan een kijkje op onze website www.fleva.eu.